echte klei. Dit is de meest vette klei die er is in Nederland. Je kunt het hier... Het smeert enorm aan je vingers. Ja, wat het voor ons doet, dat is het de vruchtbaarheid van de grond op een hoger plan brengen en ook langer water vasthouden. Tjonge, jongen, kun je wat koekjes van bakken? Nee. Potten bakken? Wami. Kleizaad. Ja. Jan is boer in Eibergen en gaat met deze klei iets heel anders doen. Ja, dit is een project om klei die vrijkomt, wat eigenlijk een afvalstof is, om die in te zetten en daar lichte of slechte zandgrond mee te verbeteren. Ja, wat het voor ons doet, dat is het de vruchtbaarheid van de grond op een hoger plan brengen en ook langer water vasthouden. Want dit wil hij niet meer. Droge bruine graslanden die geen voer meer opleveren voor zijn koeien. Door klei op de grond aan te brengen wordt water beter vastgehouden. Ja, dan zie je aan het gewas dat hij minder snel verdroogt. Zeker zie je dat. Ja. Ja, en dat, ja, dat zijn de percelen die het eerste kunt zien. Hé, die moeten we beregenen. Nou, dan kun je nou iets meer speling, een dag of 3-4 meer. De hoge droge zandgronden in de Achterhoek smachten naar vocht in de warme zomers. En dus wordt er van alles geprobeerd. Zo kennen we al de stuwtjes en de skippieballen in boerensloten. En nu wordt er dus ingezet op klei, maar niet elke klei wordt hiervoor gebruikt. Doen wij ook liefst de bovengrond pakken waar die vrijkomt en die men elders niet kan gebruiken. Want ja, als het dieper zit maak je er of bakstenen van of je bouwt een dijk van. Maar die bovengrond die vrijkomt is ook altijd al beboerd geweest. En die grond gaat weer terug naar de landbouw, want anders zou die verloren gaan. En dan is het wel een afvalstof, dus wij voorkomen juist dat het afval wordt. Maar die klei die komt wel van ver, want deze klei komt namelijk helemaal uit Zoelen. Ja, in de Betuwe, ergens. Ja. Zoelen ligt hier, helemaal in het westen van Gelderland. De klei is een paar maanden geleden met tientallen vrachttransporten vervoerd naar de grondbank bij Ewijk. De klei komt uit Zoelen. Die is vrijgekomen bij aanleg van rabatten in opdracht van Waterschap Rivierenland. Op het moment dat we die klei eigenlijk wilden gaan toepassen in een dijk, bij de dijkverzwaring rondom Tiel. Toen was het net hoog water. Het werk moest opgeleverd worden. En zo is hij hier terechtgekomen, omdat op het moment er geen vraag was op de dijkverzwaring. Echte klei. Dit is de meest vette klei die er is in Nederland. Je kunt het hier... Het smeert enorm aan je vingers. Ja, het heeft veel lutum in zich en dat wil zeggen dat het goed vocht vasthoudt. En dat is precies wat de Achterhoek nodig heeft. En daarom wordt deze bijna 5000 kuub verder naar Eibergen in de Achterhoek gereden. Vrachtwagen na vrachtwagen arriveert in Eibergen. Maar zijn al die vervoersbewegingen en de uitstoot van die vrachtauto's wel zo goed voor het klimaat? Ja, een goede vraag. En dat zijn meer mensen die dit best vreemd vinden. Toch is het een klimaatproject wat Europa ook zag zitten. En dat is omdat wij, en dat vergeet iedereen, je hebt natuurlijk inderdaad die uitstoot van die vrachten heb je in het begin even. We rijden ook nog op HVO, dus frituurvet, laten we even zo zeggen. Dat scheelt ook al een hoop uitstoot. Maar als het eenmaal op deze grond ligt, dan gaat die grond dus die organische stof opbouwen. En dat doet hij niet alleen in het eerste jaar, maar dat blijft. Dus je hebt na 1 of 2 jaar heb je die transporten er alweer uit en daarna gaat die organische stof alleen maar verder opbouwen. Dus uiteindelijk is het klimaat voordelig en niet nadelig. En dus wordt de klei op het land uitgestrooid en groeit het aantal boeren dat belangstelling heeft. En inmiddels hebben we het al voor elkaar gekregen dat we een lijst hebben van 125 boeren, met name in de Achterhoek, die dit graag willen hebben. En die juist hun droge koppen van percelen graag behandeling willen zien, want dat zijn de eerste die met de droogte aangaan. Ja. Het project wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat, Brussel en de provincie Gelderland. Jan die werkt er graag aan mee, maar subsidiëring van de klei blijft nodig, want als hij de klei zelf zou moeten kopen... Ja, dan wordt het allemaal, denk ik. Dan ligt er aan wat de kosten zijn. Maar wij zien zoveel voordelen, op de lange termijn ook. Dus wat dat kost,
Dat is het zeker waar.